Hartelijk welkom in het Amsterdam Museum. Voor degenen die me nog niet kennen, ik ben spreekstalmeester Paul Spies, tevens directeur van het Amsterdam Museum. Maar uiterst bescheiden vandaag, tegen mijn gewoonte in, omdat wij slechts gastheer zijn van een tentoonstelling van het Rijksmuseum en het NRC. En dus gelegenheid geven aan het museum dat niet heel veel ruimte op dit moment heeft tot kort in 2013 om haar eigen programma in huis te houden. En wij zijn zeer vereerd, Taco Dibbets, directeur van het Rijksmuseum, dat wij van jullie deze prachtige tentoonstelling, ik zal maar zeggen, in bruikleen hebben gekregen. En ook NRC zeer dankbaar voor de samenwerking. Ik ga dus geen speech houden. Ik ga alleen even de orde van dienst met u doornemen. Na mij spreekt de burgemeester van Amsterdam, een van de geportretteerden door Dana Liksenberg. Hij zal een paar misschien ook wel persoonlijke noten kraken over het ambt. Mag ik dan nu het woord geven aan de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Een beeld zegt meer dan 10.000 woorden. Dat is dus een echte reclameman die van 1.000 naar 10.000 ging binnen een paar jaar. Schroefde hij de werking van het beeld op met factor 10. En buiten dat probeerde hij zijn slogan met verwijzingen naar Japan en China meer waarde mee te geven. Misschien wel meer waarheid. Maar in ieder geval gaf hij zijn vondst bewust een bepaalde context, zodat de tekst anders geïnterpreteerd zou worden. Deze Burman deed met woorden wat een beeld in zich draagt. Het verbinden van twee of meer waarden, waardoor die een bepaalde betekenis krijgen. Een sterkere betekenis. En dit is waar deze tentoonstelling ook over gaat. Over intrigerende verbindingen tussen de kunstenaar, de vorm, de geportretteerde, de beschouwers en de tijd die in één beeld samenkomen. We zien het in schilderijen van Van der Helst, waar jullie naar verwezen, en van Bree, maar ook in de foto's van Dana Liksenberg. Ik heb aan haar burgemeestersportretten mogen meewerken en in alle eerlijkheid, toen ik de uitnodiging kreeg, wist ik niet of ik eraan zou mee moeten werken, want ik denk dat kost tijd en die is schaars, kan ik wel zeggen. Maar ik heb het een hele leuke ervaring gevonden, omdat Dana ook de kunst verstaat. Nou, dat is jou met mij ook gelukt, Dana. En ik noem mezelf nu niet armoedig, maar jij haalde mij in een vrolijke sfeer. En ik ga zo meteen de foto's nog even zien. Maar als ze goed zijn geworden, dan komt dat door wat jij gedaan hebt. Alsjeblieft. Dana. Zo. Dana. Hartstikke bedankt. Ik dank in de eerste plaats de fotografe, Dana Liksenberg, en onze gastheer dit jaar, het Amsterdam Museum. Verder de teams van het Rijksmuseum en het NRC Handelsblad en het Sempresser Fonds, dat zich zo heeft ingezet het stokje van de documentaire fotografie aan een jongere generatie door te geven. De tentoonstelling is prachtig om te zien en ik denk het toeval dat daarnaast Bartholomeus van der Helst getoond wordt, een fotograaf van zijn tijd, de 17e eeuw, een schilder, waar je ook veel burgemeesters kan zien, die laat zien hoe kunst aan de ene kant heel erg van zijn eigen tijd is, maar aan de andere kant ook iets tijdloos heeft en ons meeneemt in de wereld van de burgemeester. Dana, reuze bedankt. Dana, mag ik jou vragen naar voren te komen om ons iets te vertellen over dit project? Bedacht, er zijn meer dan 400 gemeenten in Nederland. Ze hebben allemaal een burgemeester. Maar 400 stuks, dat wordt te veel van het goede. Dus je hebt op een bepaalde manier een selectie gemaakt. Ja, we hebben eigenlijk bedacht van we nemen gewoon het alfabet van A tot Z. En dat leverde 22 gemeentes op. En dat vond ik ook precies een goede hoeveelheid. En dat gaf ook een soort richtlijn in de selectie. Want er is bijna wel een, ja, er zijn een paar die gericht. We moesten uit de grote steden natuurlijk een paar kiezen. En gezien de tentoonstelling in Amsterdam zou plaatsvinden, was Amsterdam natuurlijk onvermijdelijk. Nou, in ieder geval de ontmoetingen vond ik allemaal hartstikke leuk. Dus dat was altijd weer een verrijking. Ja, zeker. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die je in dit project hebt gestopt met een echt
prachtig resultaat. Ik vind het een hele mooie doorsnede van een heel bepalend element van Nederland. En ook een groep mensen van onze bestuurlijke elite die nu ook in zekere zin in de vuurlinie staan. En dat zegt ook veel over hoe we in het Nederland nu met elkaar omgaan. Nee, dat wil ik inderdaad nog even zeggen. Dat ik het ontzettend waardeer dat alle burgemeesters zo goed hebben meegewerkt. En helemaal geen beperkingen oplegden. En me alle ruimte hebben gegeven. En terwijl ze natuurlijk helemaal niet wisten wat het resultaat zou zijn. En geen censuur. En heel enthousiast ontvangen ben ik overal. Dus dat... Hartelijk dank. Dank aan Dana Lixenberg, dank aan de deelnemende burgemeesters. Dank aan jullie als ons gehoor voor vanmiddag. Ik nodig iedereen uit om eerst naar de opening van Document Nederland Junior te kijken. Hoe de jonge generatie kijkt naar het ambt van de burgemeester. En dan doorlopen naar de tentoonstelling. Het boek is ook hier, de bijlage van de krant is hier ook. Die vindt u morgen ook bij de krant. En rest mij om je te feliciteren, Dana. Ja.